Yo, goed kijken, het is een gloednieuwe video van... Ja, jullie zien het goed. FIFA. En het volgende seizoen, zeg maar even, is... Mam, zeg ik zo. Is, zeg maar, voorbij. Laat ik het zo zeggen, dat is nu voorbij. En ik denk dat ik, of van in de middag live ben geweest, sowieso ben ik ook weer in de avond live. Dat is sowieso één ding. Maar misschien ook even in de middag. Want in de, als ik vrij heb en tijd, dan zou ik ook veel in de middag gaan streamen. Niet alleen in de avond. Dus, en dan gaan we dus misschien FIFA grinden. Voor meer punten. Voor meer punten. Voor sowieso wat Weekend League. En voor een beter team. En voor een beter alles. En voor een beter dit. En noem maar op, jongens. Ja, noem maar op. En nu... Ja, het is dus voorbij. Maar het is mij opgevallen. Kijk, gewoon hoeveel punten je nodig hebt. Nog meer dan vorige keer. Dan vorig seizoen in FIFA. Of dan niet vorig seizoen. Dan. Dan heb je nog meer nodig, zoals je hier ziet. Oftewel, je hebt dus nu letterlijk in totaal 1250 punten nodig voor Weekend League. Hoe wil je dat gaan doen? Echt. In vorige FIFA's was het gewoon 2000 en dan wordt de max. Nu is het gewoon verhoogd. Maar echt, ik moet gewoon echt even dit hele FIFA ding moet ik nog snappen, jongens. Ja, ik snap het nog niet helemaal hoe het werkt, want ja, hoe wil je ooit dat krijgen? Hoe wil je dat ooit krijgen? En dan heb je hier... Ja, misschien als je zo'n hele hoge rang bent. Maar ik moet eigenlijk nog steeds... Ik snap gewoon niet hoe dat nog steeds een beetje werkt nu. Maar in ieder geval, we gaan dus die 20 potjes weer afspelen en... Goed en uitgerust moet je natuurlijk ook zijn, want ga geen potje spelen als je moe bent. Of als je je niet lekker voelt, nee. Als je wil en moet, en ik ben iemand die grindt, dus ja, als ik wil, dan ga ik spelen en dan ga ik ook op stream spelen, want ja. Dus maar, wij gaan dus nu... Na die ene pack wat we hebben, want we hebben een packje. Ja. Dat is even zo voor zover over die punten weer. Ik vind echt nog steeds zo raar hoe dat ze het hebben gedaan. Echt. Ik vind het veel fijner met die oude FIFA in 2021 en 2020 en weet ik het wel allemaal, die wat toen uitkwamen. Die van FIFA 20, FIFA 21, die vind ik veel fijner. Maar, wij gaan ze dus nu claimen. En, waarom heb ik zo'n fucking stomme Belg? Sorry even voor als het allemaal Belgen zijn te kijken. Sorry. Hier heb je dus helemaal geen ene reet aan. Van de Bochen. Bochen. Oh. Oké. Waarom krijg je zo'n raar? Kijk hier, what the fuck heb je eraan? Wildcard token. Die heb ik lekker weg. Kunnen we nog één? Deze is beter, denk ik. Oké. Duitsland. Monaco, Volland. Oké, ik heb gewoon even een klein naam veranderd. Oké, voor degene wat niet weet wat ik bedoel met Volland. Ja, in ieder geval Volland. Ja. Soms die namen. Nukunda.
Die is trouwens wel goed, volgens mij. De Gunda. Gunda. Nee. Kuka. Oké, ja, ik... Oké, ik ga het echt serieus. Sorry, jongen. Echt. Dat ik soms speel, dat is gewoon echt helemaal gek. Maar, nou. Thanks. Wow. Deze, die rode is wel vet op zich. Die wil ik wel even... Die bal is ook wel vet. Die kan ik ook wel even... Dit kan weg. Die hoeft niet weg. Die manager kan weg. Ja. En dan heb ik weer een goud contractpakket. Die heb ik nou... Ja, ik heb alleen maar contracten. Maar dat is alleen maar goed, hè, jongens. Contracten zijn goed als je ze hebt. En waar wil ik nou even heen gaan? Oh ja, wij gaan heel even naar die stadion ding. Wat is dat al ding? Dat ding, dat stadion ding. Ja, hier stadion. Want dan gaan wij gewoon heel even een beetje ons stadionnetje aanpassen, jongens. Ja. Maar we moeten een heel vet mooi stadion hebben. Ik moet toch even een ander uiten nu, vind ik. Over de tegenstander. Ik vind die niet zo mooi. En ik ga geen dingetjes kopen. Of gewoon die. Die is wel vet. Dan hier ga ik even die bal toevoegen. Die van Serie A. Dit is een hele rare bal. Ik vind die zelf niet fijn trouwens, jongens. Die was wel vet, die bal. Waarom heb je... Kijk, een clubje doe ik niet. Kijk, die hoef ik dan weer niet. En nu gaan we even naar de structuur, dus iets beter. Die is wel vet. Gaan we die doen. Nu gaan we naar tribune. Met die pop die heb ik daar al neergezet. Die is ook wel heel vet. Want dat allemaal dat is gewoon ja dingetjes. Een heel landschap, jongens. Kom op, we gaan hier een heel landschap neerzetten. Wat dacht je daarvan? Wat dacht je daarvan? Een heel landschap. Wanneer unlock ik die dan? Maar we gaan nog even naar het team. Want ik ga dan ook even goede spelers krijgen. Ja, ik heb al Papa. En ja, ik had wat squad battles gespeeld. Maar ja, die heb ik niet gewonnen. Dus ja, of die heb ik wel gewonnen. Maar ja, ik vond dat je niet heel veel dingetjes kreeg. Dus
Dus ja, en ik vraag me echt af, hoe hebben ze, mogen sommigen trouwens echt gewoon, hoe krijgen jullie zoveel spelers? En zoveel, kunnen jullie zoveel SPC's doen? Hoe? Want, ja, ook sommigen die hebben ook bijna geen FIFA punten. En die hebben wel zo'n goed team. Hoe? Laat het mij gewoon weten. Ik wil dat weten. Ik wil het weten. Jongens, ja. Ik wil het gewoon weten, want ik wil ook graag zo'n ziek team met Icon-spelers, Mbappé en weet ik het, wat iedereen. Maar ik ga hier dus de video afsluiten. Te denken, want ja, ik heb niet meer echt packs. We gaan wel verzorgen dat we de volgende keer wel een pack hebben in FIFA 22. En dan nu ga ik hier dus de video afsluiten. Ik hoop jullie genoten van de video. Dus zeker even een blauw duimpje over. Zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarnaast op dat belletje klikken. Naast dat negen op staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen natuurlijk. En daarnaast al mijn socials te checken. Als Insta en Discord voornamelijk. En Twitter mag je ook wel checken. En dan. En check dan ook zeker als de EGE socials. Want vandaag is er een leuke Warzone montage online komen van Get Bizzle Gaming. Ja, dus ga die zeker even checken. Of ga zeker even EGE Sports op YouTube checken. En dan, ja, dan zie ik je wel misschien in de Discord van EGE. En dan zeg ik dus nu adios.